Binnen 7 minuten waren hier mijn boodschappen. Dit gevonden. Please, please, hoor. Mijn items even zelf passen. Hij zit. Geweldig. 2 euro. Oh my god. Ik kan hier niet bewegen. Kijk, als ik loop. Good morning. Ik begin de dag vandaag met een matcha ijsplatte. Ik heb vandaag een Harry Styles inspired look. Ik vind dat het heel cool als hij die parelketting draagt. En hij draagt heel vaak van dit soort kleuren en dingetjes en blousjes overheen. En ik was geïnspireerd. Ik gebruik deze soja proteïne. Oh my god, ik heb de app ontdekt. From Gorillaz with Love. Ja, ik heb weer dit topje aan, want ik leef erin. Ik vond het heel erg leuk met deze losse broek. Lekker voor thuis. Een vriendje van mij zei van, oh mijn god, je moet echt Gorillaz gebruiken. En die zeggen dus dat ze boodschappen leveren binnen 10 minuten. Ik was een beetje sceptisch erover. Ik dacht, 10 minuten, hè? Oké. Okay. 7 minuten was het hier. Binnen 7 minuten waren hier mijn boodschappen. Nu heb ik dus boodschappen besteld. Omdat mijn voet super erg pijn doet. Echt al sinds dinsdag. Dus dat is nu dan 3 dagen. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik ben naar de dokter geweest. En hij zei, het heeft iets te maken met je gewrichts. Dus ik denk of een ontsteking of... I don't know. Maar hij was er dus binnen 7 minuten. Ik was helemaal shook. En ze hebben niet alles wat je in de supermarkt kan halen. Het is niet super uitgebreid, maar ze hebben wel echt heel veel. Ze hebben zelfs vega dingen. Allereerst deze plant-based alpro dessert. Zo lekker is deze. Pak choy, courgette, komkommer, paprika, mandarijna, 2 stukken gember. Ja, ik heb biologische eieren. Ik eet eigenlijk geen eieren meer, maar ik vind het wel heel lekker met avocado en dan een ei erop. Dus ik heb wel weer ei gekocht. Ik heb deze van Alpro, super lekker. Dit is mijn favoriete granola. Meatless Farm plant-based burger. Ik ken het merk niet, dus ik ben heel erg benieuwd. Echt zin in. Dan heb ik Alpro soja proteïne. Dit kleine pakje druiven. Ik dacht dat het iets groter was, maar hè, it's fine. Dan heb ik een decaf koffie. Puur omdat ik soms echt zoiets heb van, ik wil niet altijd cafeïne, zeg maar. En ik was wel benieuwd naar deze. Dit is dark chocolate nectarine molasses koffie. Oh, ruikt lekker. Ik ben heel benieuwd. Zoals jullie weten werk ik al jaren thuis en in deze tijd meer dan ooit. Ik probeer dan ook altijd zo ergonomisch mogelijk te werken. Als je zoveel achter je pc zit, dan is dat ook wel echt nodig. Nu heeft Coolblue mij dit ergonomische toetsenbord en ergonomische muis van Logitech gegeven. Ik was hier al zo benieuwd naar en echt, ik ben helemaal om. Het is super comfortabel en het geeft zoveel rust voor je armen en polsen. Ik merkte het echt direct. De muis, de MX Vertical, heeft een ergonomische handshake ontwerp. Het went echt super snel. Dit toetsenbord en de muis zijn zo gemaakt dat arm- en polsklachten door de pc kunnen worden voorkomen. Door de polssteun typ je ook comfortabel. En het handige is dat je zowel het toetsenbord als de muis draadloos kan aansluiten via Bluetooth of via de USB-ontvanger. Ik zal de linkjes van de 2 producten hieronder in de beschrijving voor jullie zetten, zodat jullie alles na kunnen lezen en misschien wel aanschaffen. En nu is het tijd om te editen. Let's go! Ik ben inmiddels met mama en we staan voor Opnieuw & Co in Rotterdam-Alexandrium. Echt zoveel zin in. Ik ben hier al heel lang niet meer geweest. We hebben een uur. Ja! Dus ik ga jullie meenemen. Helemaal zin in. De kleding. En daar hangt best wel weinig in.
Normaal hing het hier helemaal vol. Dus ik ben een beetje zoekend. Dit gevonden. Het is wel krop. Deze blazer. Oh, echt passen. Dat is wel cute. Niet met mijn topje eronder. Het is best wel retro. Zo. Oh, wat lelijk dit. Oh, het is een mega uitverkoop. Daarom. Jassen. 4 euro. Lekker bezig. Ik had dit als deurmat. En mama vindt hem helemaal nieuw. Maar hij was helemaal vies geworden. Nice! Ik ga toch even naar de mannen kijken. Bij de vrouw is alles helemaal leeg. Deze is mooi. Oh my god, deze is zo leuk als ze in mijn maat waren. River Island. Welke maat is dit? Nee, dit past nooit in. We zijn bij onze tweede afspraak. Kringloop opnieuw en co. In Dordrecht. En hier hangt veel meer. Ik ben hier echt al super, super lang geweest. Oh my god. Mama komt echt met een super mooie jurk. Hij is bruin. En van de Zara. En in mijn maat. Echt prachtige jurk. Dus die gaan we sowieso even passen. Ik heb een wit t-shirt gevonden. Die was maar 1 euro. En ik heb echt nog een wit t-shirt nodig. En ik vind net deze van Bos. Maar hij is zo lekker zacht. En ik vind dit dus echt heel erg leuk. In een high-waisted broek of gekropt. Echt love. Dus die ga ik passen. Oh my god, mom. What is happening? Super mooi deze rok. Nou. We halen het in. Ik zal nog even bij de schoenen kijken. Oh, bijzonder. Ik zoek dus een bruine leerjas. Ik hoop echt dat ik die vind. Deze is op zich ook wel leuk. Als je hem hier kropt, dan heb je zo'n cute dingetje. Oh nee, nee, dit is dan weer niet helemaal. Oh, dit is ook wel vintage. Oké, ik ga mijn items even snel passen. Alle paskaarten zijn vrij. Dus, let's go! De eerste keer weer in een pashokje. Oh my god, so cute! Oh, hij zit geweldig. Hij zit super comfortabel, echt mega zacht. Echt helemaal leuk. Ik heb het nu onder mijn BH's ook gedaan. Ja, cute. Deze ga ik nemen. Ik weet niet hoeveel deze is. Oh, hier. Truien. 2 euro. Oh my god. Ja. Ik dacht, dit is best wel cute. Maar je ziet mijn BH erheen. Je ziet mijn broeken erheen. En het is een beetje... Nee. Wel lekker zacht. Ik dacht wel, als ik hem een beetje zo doe. Maar nee, je ziet alles er doorheen. De Zara hier. Hij is leuk. Hij zit een beetje in mijn buik. Hij is een beetje strak. De kleur is ook echt super mooi. Hij is een beetje strak. En ik weet niet zo snel wanneer ik dit aanzet. Wanneer doe ik dit aan? Doe ik dit aan met een panty en Dr. Martens. Niet zo snel. Het is wel echt wat chiquer, zeg maar. Dus, wat denk je die? Hij is wel heel mooi. Maar ja, wanneer doe ik dit aan? Ik weet niet, wanneer doe ik dit aan? Never! De rok. Hij is echt heel erg mooi. Maar ik kan niet. Ik kan hier niet bewegen. Kijk, als ik loop. Oh, echt jammer, want hij is echt
Wacht. Die zijn echt cute. Deze echt super leuk. Ik heb dus een mooiere melkkan gevonden dan daarnet. Ook 75 cent. Ja, die gaat mee. Cheers. Deze is heel mooi. Wauw, hoe zou dit zijn? Leuk detail. Wauw. Super mooi. Oh, antieke telefoon. 50 euro. Kijk nou jongens. Oh, dat zou ik zo cool vinden in mijn huis. Het is de volgende dag en ik ga een shopblogje doen van de twee kringlopen waar ik naartoe was geweest. Ik was best wel een beetje teleurgesteld over opnieuw in Rotterdam Alexandrium, want er was gewoon niet zoveel. En ik vind dat juist heel erg leuk om echt zeg maar te zoeken en zo. Dus ja, normaal gesproken is er gewoon heel veel. Dus dat was wel een beetje jammer. Ik weet ook niet of het door de uitverkoop kwam of zomaar. De vestiging in Dordrecht is veel groter en het was veel minder druk. Dus het was echt heel erg fijn. Ze hielden zich ook echt aan de regels, zeg maar. Bij de eerste kringloop opnieuw in Rotterdam Alexandrium hebben we ook niet het uur vol gemaakt. We zijn zelfs eerder weggegaan. Dat is een first. Bij Dordrecht waren we net op tijd en moesten dus naar de kassa gaan. Oké, shoplog. Allereerst heb ik toch het retro jekje meegenomen. Ik ken dit merk niet. Jojo of zo. Ik moest hem toch meenemen. Hij was maar 4 euro en hij is helemaal in perfecte staat. En ik vond hem heel erg retro eruit zien, vooral met die pantalon. Helemaal leuk. Echt cute. En de kleur vind ik ook heel erg mooi. Bij opnieuw in Code Dordrecht heb ik natuurlijk het bos truitje meegenomen. Echt, hij is zo lekker zacht. Ik vind de kleur heel erg mooi. En deze was maar 2 euro, dus echt heel erg nice. Ik vind sowieso dit soort truitjes heel erg leuk staan met high-waisted jeans. En dan dit zeg maar gekropt of zo. Helemaal leuk en vet chille stof. Op het laatste moment heb ik ook nog deze trui meegenomen. Deze is iets langer, maar ook deze ga ik gewoon kroppen. Ik denk dat ik deze of ga knippen of zeg maar onder mijn BH zo ga doen. Het is ook wel een fijne stof om lekker in te chillen. Dus deze en deze was ook maar 2 euro. Toen vond ik nog mijn melkkannetje waar ik echt al zo lang op zoek naar was. Elke keer gebruikte ik om melk op te schuimen mijn mokken. En die zijn gewoon te klein. Dus het melk, dus alles kwam er zeg maar uit. Deze was echt perfect. Echt heel erg cute. En hij was maar 75 cent. Ik weet ook niet of het origineel bedoeld is voor melk. Of misschien is het wel voor jus of zo. Maar het ziet er wel uit als een melkkan. I don't know. Ik vond hem in ieder geval heel erg leuk. En het past in mijn interieur. Ik heb ook dit boekje meegenomen. Hier staat nieuw prijs 19,95. En ik heb hem gekocht voor 3,20. Zoals jullie weten mediteer ik veel. Dit zijn dus 3 minuten oefeningen om te doen tijdens je meditaties. Ik dacht, ik neem het gewoon mee. Ik vond het gewoon helemaal nice. Mocht je nog kringloopsuggesties hebben, laat het hieronder weten in de reacties. Dan ga ik erheen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye.